Dat is wel mooi van die Nederlandse artiesten die in Amerika door kunnen breken en die dan zoiets hebben van, nou, ik mis het eigenlijk toch wel in Nederland, dat is wel goed zo. Ik kom gewoon weer terug, ik kijk al weer terug. Zouden jullie dat doen? Weet ik niet. Dan mis je Hilo gewoon. Ja, Hilo mis ik niet echt. Maar, ik weet niet hoe het in Amerika is of zo. Ik weet, volgens mij is die hele game is gewoon anders daar dan hier, denk ik. Ja, het ligt er een beetje aan hoe die mensen daar zijn. Als je ergens zit waar het gewoon leuk is of zo, dan misschien ik daar ook wel kan chillen. Maar. Ja. Volgens mij is het hier allemaal nog best wel persoonlijker en zo. Volgens mij trek ik dat meer dan dat een hele. Daar is gewoon echt een fabriek, zeg maar, de muziekwereld, weet je. En hier is nog iets allemaal dichter bij huis, denk ik. Ja, het was voor jou volgens mij met de earring, ja, wat je zei. Die kon op een gegeven moment zeggen, als je daar twee jaar blijft wonen, dan is de kans groter dat je doorbreekt. Ja, en er was toch ook nog die chick die. Ja, ik weet niet hoe ze. Anouk? Nee. Die. Nou, laat me zitten. Ik weet niet hoe ze. Kan hij het halen, Anouk, denk je? In Amerika? Ja. Ze heeft het toch geprobeerd al daar? Ja, één keer, maar nu heeft ze weer die wens. Ja, ik vind het echt heel goed, man. Ik denk wel, tenminste, ja. Ik weet niet wat ze daar allemaal voor dingen nodig hebben om te zeggen van dit gaat het werken of niet. Maar ik vind dat ze gewoon kwaliteit hebben. Ja, dat gewoon echt constant blijft knallen. Ja, als zij een goed label heeft daar, als ze die in haar gelooft, dan kan ze het zeker maken. Want als je hier in Nederland zo geld bent, met gewoon goede rock en shit, waarom zou je dat niet wereldwijd kunnen doen? En Kane dan? Kane is hier ook groot? Ja, maar Kane is niet zo geld in het buitenland, hè? Nee. Maar ja, weet ik niet. Het zou misschien kunnen. Het kan ook gewoon zijn dat het gewoon echt een Hollands ding is allemaal, weet je. Ja. Het gewoon hier echt, echt gewoon. Als ik heb toevallig een tijdje geleden keek ik een DVD van Anouk. En ik wist helemaal niet dat die chick zoveel shit had gehad. Gewoon platen, platen en platen. En dat het gewoon zo groot allemaal is geweest, weet je. Hoe iedereen kent hem, maar dat het was, dat wist ik helemaal niet. Nee, dat is, ik bedoel, voor, dat is net zoals, ik weet niet hoeveel jullie verkopen. Hoeveel verkoop je? Verkopen qua platen? Ja? We zijn drie keer platina gegaan. En toen zijn we gestopt. Toen zijn we gestopt. Toen dachten we, nu is het wel mooi geworden. Ja. Nee, bij ons gaat het om duizenden dingen die verkocht worden, zeg maar. Weet je? We hebben 7000 platen ongeveer verkocht. Ja. Ja, we zijn nog bezig. Maar het is ook ons publiek, laat maar zeggen, onze doelgroep koopt gemiddeld 0 cd's. Ja. Er is een onderzoek naar gedaan dat er gewoon echt letterlijk 0 cd's kopen gewoon. Dus ja. Maar dus jullie moeten zeg maar rondkomen van het toeren en zo. Optreden, ja. Maar dat is de meeste artiesten zo. Zelfs als je wel cd's verkoopt, dan verdien je alsnog gewoon veel meer aan optreden. Ja. Lowlands, jullie stonden vorige keer met onder andere met Jawad. Ja. Hoe kijk je terug op dat optreden? Dat is hard. Dat lijkt me. Ja. We hebben volgens mij al een jaar van tevoren dat we er stonden, stonden we al helemaal van Lowlands. Ja. Uiteindelijk stonden we er ook, was het helemaal gek huis. Ja. En ik weet gewoon dat ik die nacht heb ik gewoon niet kunnen slapen, gewoon omdat ik was zo moe, zeg maar. En ik heb gewoon een uurtje geslapen en ik werd gewoon wakker en ik ging meteen onder de douche. Was meteen klaar, zo ja, Lowlands, dit wordt het. En toen kwamen we aan en in die Bravo tent en er stonden er echt 25 man voor dat gigantische podium. Toen dacht ik, nee, het kan gewoon niet dat wij het hele jaar gewoon hebben lopen, hierop lopen leven, gewoon Lowlands. En er staan 25 man. En uiteindelijk waren we eventjes naar achter gaan, biertje gedronken. En 10 minuten later zegt die man, we moeten nu op. En ik dacht van shit, kunnen we niet nog een uurtje rekken of zo? En we lopen naar het podium en die hele tent is helemaal vol gewoon. Ja, stonden zelfs toen buiten die tent, stonden er echt mensen. Wat je ja. Welke nummers deed het goed toen, weet je dat nog? Toen? Ja, of misschien alles, maar... Ik weet nog toen bij Je Kan Niks Doen, toen op het einde, laat me zeggen, dat we die hele tent van achter naar voren hebben laten springen, weet je wel. Toen zeiden we van nu iedereen springen, 3, 2, 1 en toen met water gooien en shit. En ja. Dat ook gewoon dat beeld, dat er gewoon 5000 man staat en dat je allemaal van die mensen in je publiek staat die zo, ja, zo je aankijken, weet je wel. Beesten. Ja, ja, heel vet. En ik weet de opening nog, dat toen we hadden nummer geen klasse, geen stijl, maar dat hadden we toen nog, maar was het nog in de maak en zo. Ik had alleen nog een eerste verse erop. En met die opener, zeg maar, toen zag je die hele tent zo van voor naar achter, zo, met al die handen zo. Ik weet ook, ik bedacht me vanochtend opeens, dat ik dit hele optreden, heb ik dus met mijn microfoon gewoon veel te zacht geluid opgetreden. Maar ik was zo in die vibe van wat er gebeurde en zo. Weet je, het duurde ook volgens mij nog 30 seconden, ik moest er langer op en ik duurde nog 30 seconden voordat ik nog stond. Ik stond nog zeg maar van, shit, gewoon zoveel mensen, zo groot. En nu? Vandaag? Heb je gisteren geslapen? Vannacht? Ja, weinig. Ik had wel wat meer willen slapen. Ja. Maar hoe is het nu zeg maar, om hier te staan? Ja, nog steeds echt heel leuk gewoon. Maar het is niet, zoals toen was het echt gewoon dat eerste ding, weet je. En dan ben je er op weg ergens naartoe, weet je wel. En je wilt iets bereiken. En toen was het echt een soort, ja, toen kwam ik ook op en toen hoorde ik al die mensen gillen en zo. En toen kreeg ik echt kippenvel op het podium, weet je wel. En ik denk, ja, dit keer dat het nog steeds echt heel leuk is. Maar het is niet meer dat,
soort van de eerste keer dat je het doet, weet je wel. Ik zeg dat ja, de eerste klap is natuurlijk een dader waard. Ja. En ik denk dat wij voor ons al een soort van een gevestigde naam is. Dus toen kon het ons echt maken of breken, weet je wel. En nu natuurlijk ook nog, want als iedereen zometeen slecht over ons schrijft, dan vinden we het ook heel kut. Ja. Maar het is, laat maar zeggen, minder spannend dan de eerste keer. Wanneer is het geslaagd voor jullie? Zoiets zeg maar als dit. Sorry, wanneer is het? Wanneer is het geslaagd, dit optreden? Als het gewoon losgaat. Ja, als het losgaat. En als je achteraf hoort dat mensen het echt tof vonden. Als je gewoon ziet dat mensen plezier hebben. Ja. Hoe jij je voelt, zeg maar, als je dat over kan brengen en je ziet het, dan is het geslaagd. Ja. Welke nummers zeg maar, zijn je voor jullie in de set nummers waar je van zegt van nou, daar kunnen we het los mee krijgen? Die heb je vast wel, ik bedoel, dat praat even. Ja, met mijn Nike's en zo, denk ik wel dat het... Geen klasse. In ieder geval geen klasse, geen stijl, Donald Famous. Nou, we gaan gewoon kijken. Ik hoop eigenlijk dat het van begin tot eind leuk is. Maar misschien staan ze wel allemaal de hele show allemaal stil. Misschien staan er maar 20 man. Ja, misschien hebben ze dit keer wel, ja.